Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Middelbo. En ik ben een journalist. Ik schrijf over popcultuur. En ik ben de auteur van My Friend Spider-Man, Superhelden, Geeks en Fancultuur. Maar vandaag ga ik het niet over geeky dingen hebben. Vandaag ga ik het met jullie hebben over het web. Over het internet. Het zijn een paar gedachten die ik graag met jullie wil delen. En misschien worden het twee vlogs, want ik wil deze vlogs ook een beetje kort en comprehensive houden. En ook niet te veel behandelen in één aflevering. Anyway, is het internet stuk? Dat beweert Marleen Sticker, dat is de directeur van de Waag Society in Amsterdam. En dat zei ze onder andere in Zomergasten, waar ze dit jaar te gast was, maar ook op de vlogs van Fast Moving Targets heeft ze dat al eerder beweerd. Wat bedoelt ze daarmee? Waarom is het internet stuk? Nou, omdat we eigenlijk de macht uit handen hebben gegeven aan grote Amerikaanse mediabedrijven. Zoals Facebook, zoals Google, Twitter bijvoorbeeld. Zij verdienen geld aan onze data, zij verhandelen onze gegevens omdat we gratis gebruik maken van die services. Dat is eigenlijk de bottom line. Dan snap ik best waarom mensen apps als Facebook en Instagram en andere apps gebruiken. Want het is verdomd makkelijk om er gebruik van te maken. Wil je iets publiceren, je maakt een account aan en eigenlijk kun je dan meteen aan de slag. Er is voor de rest weinig kennis vereist. En als je het goed doet, heb je meteen een grote community opgebouwd van mensen die je boodschap dan ook meteen zien. Het is allemaal geïntegreerd binnen die Facebook-omgeving, oftewel Fakebook zoals ik het graag noem. Maar er zitten ook heel veel nadelen aan Facebook. Bijvoorbeeld, stel je bent een bedrijf en je hebt alleen maar een Facebookpagina. Dan kunnen mensen die geen Facebook-account hebben, en dat worden er steeds meer, heel moeilijk je content zien. Ja, je kunt gewoon naar die Facebookpagina toe, maar binnen de kortste keren krijg je een pop-up. En die blokkeert het hele beeld. En die zegt van log in of maak een account aan, dan kun je de rest zien. En die pop-up kun je wel weer naar beneden schuiven. Maar dat is maar tijdelijk, daarna knalt hij er weer overheen en wordt weer de content obscuur gemaakt. Kortom, als je een bedrijf bent, heb je eigenlijk sowieso je eigen webstack nodig. En is het niet handig om alleen maar een Facebookpagina te hebben, want de mensen die het niet hebben, zo'n Facebook-account, die kun je dus steeds slechter bereiken. Een ander groot nadeel vind ik van Facebook, maar ook andere sociale media, is dat het bedrijf de touwtjes in handen heeft. Zij hebben de controle. En daar bedoel ik mee, je moet voldoen aan hun publicatieregels of rules of conduct, zoals dat zo mooi heet. Dat betekent bijvoorbeeld, als je over kunst schrijft en publiceert en je hebt een afbeelding waar een vrouwentepel te zien is, nou, dan heb je grote problemen op Facebook, want vrouwentepels zijn taboe, bijvoorbeeld. Of als je een pagina hebt met informatie over abortus, en vooral als dat een pro-abortus toon heeft, omdat je vindt dat vrouwen zelf moeten kunnen bepalen of ze abortus plegen of niet, dan wordt je Facebookpagina ook gewoon verwijderd op Facebook. Want Facebook luistert nogal naar conservatieve waarden, conservatieve Amerikaanse waarden over wat wel en niet kan. Ik geloof dat in dit geval later de pagina wel weer terugkwam, maar het feit dat ze elk moment de stekker eruit kunnen trekken wanneer het hun belieft, is natuurlijk een probleem als je met mensen wil communiceren. En daarbij bepaalt het algoritme van Facebook wat anderen wel of niet te zien krijgen. Lang niet alles wat je publiceert wordt ook daadwerkelijk getoond aan de mensen die je volgen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Instagram. En ook op Twitter, die is ook algoritme gevoelig. Het algoritme bepaalt steeds meer wat we wel en niet te zien krijgen. En een groot nadeel daarvan is dat je steeds meer in een bepaald cirkeltje terechtkomt van informatie, omdat het algoritme kijkt naar wat vond je leuk en wat vond je niet leuk en steeds meer hetzelfde voert. Ik wil graag nieuwe dingen kunnen ontdekken en vrijkomen van dat algoritme. Ik wil wel eens verrast worden door content en niet de hele tijd maar in hetzelfde kringetje mijn informatie krijgen. Ik wil algoritmevrij leven. Dat kan niet als ik gebruik maak van Facebook of Instagram of zelfs Google en Twitter en zo. Het is al die tijdlijnen die zijn allemaal verschrikkelijk worden die gemanipuleerd. Er is weinig vrijheid eigenlijk. En dat is juist waar het internet voor bedoeld was, toch? Vrije informatiegaring. Dat iedereen gewoon bij informatie kan. Het zou ons allemaal slimmer moeten maken. Het zou ons allemaal meer moeten informeren. Dat was het oorspronkelijke idee van Interpret. Maar inmiddels is dat niet meer zo. Want we zitten allemaal in gesloten clubjes met elkaar te converseren en onze content te plaatsen. En
de baas van dat clubhuisje bepaalt alles. We hebben niet zo heel veel vrijheid eigenlijk wat dat betreft. Daarom geloof ik dus nog heel erg in bloggen bijvoorbeeld. Op je eigen website, gehost ergens bij een provider waar je voor weinig geld en met relatief weinig kennis van bijvoorbeeld WordPress kun je je eigen dingen daar publiceren. En je kunt alles publiceren wat je wilt. Je hebt geen last van het vrouwentepelprotocol of welke vorm van censuur de sociale media ook opleggen. Hè? Bij Facebook bijvoorbeeld. Je hebt geen probleem van een algoritme wat de helft van wat je publiceert obscuur maakt voor de mensen die naar je pagina komen. Dus dat is gewoon heel fijn. Ze kunnen alles zien wat je publiceert. En je hebt dus niet te maken met een of ander vaag mediabedrijf, Amerikaans mediabedrijf, wat opeens de voorwaarden verandert, waardoor je opeens niet meer voldoet aan de regels en waardoor stront aan de knikker is. En geen rare pop-ups, als het goed is, als mensen op je site komen. Dus ik geloof nog heel erg in bloggen. En ik zie gelukkig een beetje in mijn omgeving, zo langzamerhand, steeds meer mensen die keuze ook weer maken. Ze zijn nog steeds aanwezig op sociale media, maar ze beginnen ook weer hun oude blog op te pakken of beginnen blogs gewoon nu, anno nu, 2018. En dat vind ik een positieve ontwikkeling. Want het is natuurlijk niet meer hetzelfde zoals vroeger. Toen ik begon met bloggen in 2006, op 27 augustus 2006, het voelde het internet eigenlijk nog veel vrijer dan dat het nu is. Er waren wel sociale media, ik geloof dat je toen nog Friendster had. Ik pin me er niet op vast, ik geloof dat Facebook wel al in opkomst was. Maar je publiceerde je shizzle en mensen konden via RSS-feed of gewoon wanneer ze kwamen kijken, wanneer ze zin hadden op je blog. En dan konden je content lezen. En dat was heel leuk, want het was echt wel community forming in je blog, maar ook onder bloggers onder elkaar. Ik vond het een hele gezellige, leuke tijd. En eigenlijk mis ik dat. Ik ben een beetje een nostalgist misschien, maar ik vind dat Facebook en sociale media een hoop verneukt hebben. En dat vind ik jammer. Het nadeel is namelijk nog wel, zelfs al plaats je het nu op je eigen blog, wat ik jullie van harte wil aanbevelen, dat je nog steeds voor een deel het gevoel hebt dat je afhankelijk bent van sociale media. Want hoe zorg je dat mensen weten dat je iets gepost hebt? Nou ja, dan moet je dus Twitter gebruiken, of Facebook, of misschien een Instagrammetje plaatsen, of je plaatst een link op LinkedIn, wat eigenlijk ook steeds meer een soort Facebook aan het worden is. Dus je moet nog steeds een soort marketeer zijn van je eigen spullen. Dat gevoel heb je in ieder geval. Ik hoor heel veel mensen zeggen van ik kan niet zonder Facebook of ik kan niet zonder Instagram. Want ik wil graag, ik maak iets moois en ik wil graag dat mensen dat zien. Nou ja, dat is een argument waar ik niet heel veel tegen in te brengen heb. Want als je dat zo voelt, dan werkt het voor jou kennelijk gewoon zo. Maar het kan volgens mij zonder. Begin 2008 ben ik gestopt met Facebook. Nadat ik mijn boek had gepromoot, mijn vriend Spider-Man. Ik dacht, ik ben wel klaar met dit platform voor allerlei redenen. Maar dat wordt misschien een andere vlog, hoewel ik al heel veel van die redenen heb genoemd. En ik zag inderdaad aan mijn statistieken dat die naar beneden gingen. Waarschijnlijk doen mijn vlogs die ik nu op YouTube plaats, zouden het veel beter doen als ik ook een link op Facebook kan plaatsen. Ik zie dat bijvoorbeeld als ik een vlog heb gemaakt over Gerben Valkema, die de vlog ook op zijn Facebookpagina plaatst. En dat er gewoon er beter naar gekeken wordt naar zo'n vlog dan bijvoorbeeld naar een andere vlog. Kan ook met Gerben te maken hebben, want Gerben is gewoon een leuke gast en hij maakt mooie dingen. Maar ik denk ook wel dat dat het Facebook-effect is. Maar ik denk dat het Facebook-effect steeds kleiner wordt naarmate je meer gewoon produceert op je eigen domein. Bovendien moet het uiteindelijk niet om de views gaan. Ja, ik weet dat er heel veel grote YouTube-sterren zijn tegenwoordig. Casey Neistat is iemand die ik volg. Er zijn heel veel gamers die heel populair zijn. En dan heb je het over YouTubers die 10 miljoen abonnees hebben of 20 miljoen. Dat is echt onwijs veel. Als ik die ambities zou hebben, dan zou ik denk ik niet in het Nederlands vloggen over strips. Dan moet ik het echt wel ergens anders over hebben en in het Engels gaan vloggen. Dus ik heb er al rekening mee gehouden dat ik geen grote, supergrote YouTuber word. Vind ik ook niet erg. Waar hecht ik dus waarde aan de interactie? Ik vind het echt onwijs leuk als jullie reageren op mijn vlog, als het inhoudelijk is. Laatst bij Wasco werd er goed gereageerd, maar ook de vlog over Angela en Spawn viel goed. Dat vind ik onwijs leuk, omdat mensen zeggen van, ah, dat las ik vroeger wat leuk, omdat het is een nostalgisch iets. Of we hebben het over Todd McFarlane, de maker daarvan. Ik vind dat heel erg leuk en daarvoor maak ik eigenlijk deze vlogs. Dus ik zal nooit een kijkcijferkanon worden op YouTube.
En daar leg ik me dan bij neer. Ik ben eigenlijk gewoon een kleine vis in een oceaan van informatie. En soms zwemmen er andere vissen mee en hebben we een leuke conversatie. En ik denk dat dat het een beetje is wat je kan bereiken op YouTube in deze vorm. Ik plaats nog steeds wel af en toe een linkje op bijvoorbeeld LinkedIn en via Twitter. Maar eigenlijk wil ik daarmee stoppen, want ik vind het een heel vervelende element aan online publiceren. Dat je overal maar een reclamebord wijze van spreken moet uithangen van kijk, ik heb weer wat gepubliceerd. Ik denk dat groeit in de loop van de tijd vanzelf wel. Dat mensen weten dat je ergens publiceert en ze abonneren zich dan op het YouTube kanaal. Dat kan gewoon hieronder. Dus ik wil er wat relaxter in worden. Ik ben verdorie 41. Ik heb geen zin om aan de pijpen te dansen van een of ander vaag dom algoritme van Facebook of Twitter of welk sociaal media platform dan ook. En ik besef ook wel dat YouTube tegenwoordig ook een soort sociaal media platform is. We kunnen liken, disliken en er is een community forming. Het is ook weer eigenlijk gewoon zo'n afgesloten plek aan het worden. Waar mensen met elkaar communiceren en publiceren. Maar het zij zo. Ik denk niet dat je er helemaal aan ontkomt op dit moment. Ik denk wel dat we moeten gaan nadenken over hoe het anders kan. Dus ik ga zeker de Waag Society en Marleen Sticker in de gaten houden. Want ik ben benieuwd of zij met alternatieven kunnen komen voor dit probleem. Want het internet is stuk. Nou ja, we moeten dus eigenlijk de macht weer terugpakken van de grote Amerikaanse mediabedrijven. En een van de manieren om dat te doen, mijns inziens, is dus om je eigen webstack weer te beginnen of weer opnieuw te reanimeren. Dus weer daar opnieuw te gaan publiceren. Maar ik ben heel benieuwd hoe jullie daartegen aankijken. Maken jullie überhaupt boos over algoritme en over het feit dat Facebook de touwtjes in handen heeft? En met Facebook bedoel ik dan natuurlijk ook Instagram en andere sociale media. En wat ook namelijk een groot nadeel is dat we steeds meer in een bubbel terechtkomen waarbij je de hele tijd maar dezelfde berichten krijgt. Wat ik net ook al zei, hè? Die algoritme bubbel. Maken jullie je daar druk om? En zo ja, wat doe je daar dan tegen? Heb je daar methodes voor om daar iets mee tegen te doen? Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat mijn verhaal een beetje samenhangend was. Er zijn nog ideeën die door mijn hoofd spoken. Maar ik dacht, ik gooi ze alvast in de groep. Want anders blijft het alleen maar in mijn hoofd spoken. En volgens mij is het veel interessanter om het hier samen met elkaar over te hebben. Tot de volgende aflevering. En ik zie graag jullie reacties tegemoet. Dankjewel alvast.